Chloe logeert bij oma Lale in Schiedam. Samen met haar zusje Abby en neefje Loué. Loué en Abby zijn wel heel lief, maar ook een beetje stout. En daarom noemt Chloe ze altijd de poefjes. Anna Daai van het Stedelijk Museum Schiedam. We zijn op het startblok, heel vroeg in de ochtend. Wat gaat er vandaag gebeuren, Anne? Wij gaan voorlezen uit het boekje Chloe en de boekjes reizen door de tijd. Een boekje dat wij als museum hebben gemaakt over de geschiedenis van Schiedam. Waarom? Nou, wij zijn ook een museum over geschiedenis. Veel mensen denken een museum over kunst. Maar we hebben ook een hele mooie geschiedeniscollectie en een mooie tentoonstelling daarover. En we vinden het superbelangrijk dat kinderen uit Schiedam meer leren te weten te komen over hun eigen geschiedenis. En dat kun je door een tentoonstelling doen, maar dat kun je ook heel leuk via een boekje doen. Dus hebben we besloten, we maken gewoon een heel erg leuk kinderboek en geven dat aan heel veel kinderen in Schiedam. Zonder het helemaal te verklappen, waar gaat het boekje over? Nou, de titel zegt het al een beetje. Het gaat over drie kindjes die reizen door de tijd. En die komen eigenlijk elke keer in een andere geschiedenisverhaal van Schiedam terecht. Ze komen bij een Romeinse soldaat. Ze komen bij Aleida. Ze komen in de glasfabriek. En op een hele speelse manier leren ze een klein beetje over die geschiedenisverhalen kennen. Wat doen jullie als museum hier nog meer mee? Nou, behalve dat we natuurlijk naar aanleiding van het boekje zeggen, kom vooral naar het museum, want dat kan ook. Want met het boekje in de hand mogen de kinderen, die zijn altijd gratis, maar ook met hun ouders of hun opa of hun oma gratis een kijkje komen nemen in het museum. Maar we gaan dit boekje, elk kind uit groep 4 in Schiedam krijgt er eentje, gratis. En dat ook nog eens 4 jaar lang. En dat kunnen we alleen maar doen omdat een drietal fondsen in Schiedam dat mogelijk heeft gemaakt. Daar ben ik heel blij mee. Nou hebben we in het museum natuurlijk ook dingen uit Schiedam van de geschiedenis. Wat zijn bijvoorbeeld leuke dingen om eens te bekijken? Klopt, wij hebben heel veel dingen inderdaad. En die zijn te zien in een hele mooie tentoonstelling. Maar bijvoorbeeld zie je daar het paardje van Ketel. Een heel klein, prachtig beeldje in de vorm van een paardje. En dat is een van de oudste gevonden beeldjes uit Schiedam. En dat vertelt iets over hoe de stad ooit is ontstaan. En een ander heel mooi object is bijvoorbeeld 2 enorme gouden sleutels. En die vertellen ook weer een heel mooi verhaal over de geschiedenis van Schiedam. Dus we proberen het niet saai te maken. We denken echt van een heel mooi voorwerp of een mooi verhaal. Proberen we elke Schiedammer een beetje trots te maken op zijn eigen geschiedenis. Nou wordt er op het ogenblik in de media vooral geroepen van we moeten weer aan geschiedenis doen op scholen. Waar is het fout gegaan? Waarom doen we dat niet meer? Ik denk eigenlijk, scholen moeten al heel erg veel. Hè. Rekenen, taal, een beetje kunst en cultuur. Dus ik kan me best voorstellen dat het af en toe een beetje dringen is waar je allemaal aandacht aan besteedt. Maar ik merk nu dat de scholen super enthousiast reageren op dit boekje. En ik denk alleen maar dat we zo samen scholen en het museum hier gewoon tegenaan gaan om geschiedenis juist weer heel erg leuk te maken. Ook voor kleintjes. Tante Aleida, help me gauw. Er zijn hier gemene dieven, roept hij. Soldaten hollen de kamer binnen om Chloe en de boefjes te arresteren. Nee, niet weer hè, zegt Chloe vermoeid. Ze grijpt de boefjes en zet het op een rennen. Oma Lale, wacht! Maar oma's oren zijn te druk met haar eigen gezang. O, edelsteen, mijn maag rammelt zowat. Het is tijd voor Marokkaanse pannenkoek en geen patat.